Nou, het enthousiasme is ontstaan. Op enig moment vroeg men mij van, God, is het misschien iets voor jou om met Energiek Heusden in het bestuur iets te doen? Toen heb ik me daarvoor beschikbaar gesteld. Ik zei, nou, ik wil wel eens even aanzien hoe dat gaat. En dan word je eigenlijk ook een beetje gepakt door de noodzaak om zeg maar aan duurzaamheid te werken. Ik heb heel mijn leven allerlei dingen gedaan in het bedrijfsleven en dan ben je daar eigenlijk, ja, je weet het allemaal wel, een maatschappelijke discussie van hoe het in elkaar zit. Maar als je dan eens goed nadenkt van ja, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig met z'n allen, dan is het gewoon een bittere noodzaak dat we iets doen om zeg maar duurzaam de maatschappij in gaan te richten. En dan blijkt dat als je dit onderwerp pakt in de vrijwilligersorganisatie, ja, dan is het gewoon leuk om daarin mee te mogen draaien. Je ziet het enthousiasme van mensen en het gaat wel eens, het zakt wel eens weg en dan komt het weer terug. En ja, dat hele geheel, ja, dat geeft ook weer energie, om het zo maar te zeggen. En uiteindelijk gaat het daar, ik denk, elke vrijwilliger om. Er zijn twee dingen die ik aan Energiek Heusden heel belangrijk vind. Om met een hoop mensen die ik een half jaar geleden niet kende, iets goeds tot stand te brengen. En tweede is natuurlijk de inhoud. Duurzaamheid, heel belangrijk om over een aantal jaren nog een fatsoenlijke wereld te hebben. En dat is een onderwerp waar ik met alle achtergrond die ik heb gewoon heel graag aan werk. Het belangrijkste van een corporatie is dat je de leden en burgers van Heusden gezamenlijk maximaal zich inspannen en ook resultaat boeken in minder energie en duurzame energie. Van het vervolg van deze avond, de lancering van Energiek Heusden, zou ik heel graag willen dat de mensen zich heel energiebewust worden en proberen deze aarde zoveel mogelijk te verduurzamen en te beginnen in Heusden. En dit vooral mee te geven aan de jeugd, aan de kinderen, al heel vroegtijdig. Als Energiek Heusden hebben we daar al een start mee gemaakt via Scala en de projecten die nog gaan komen. En we hopen dat we de kinderen daar zoveel energiebewust maken dat het een soort sneeuwbaleffect geeft, waardoor de toekomst eigenlijk vanzelf verduurzaamt.